met zo'n auto op pad gaan, dat geeft een kick. En zeker als je met het Alzheimer-virus behept bent, dan geef je dat een gevoel van vrijheid, een gevoel van voldoening. Dat je al die lange tijd die je besteed hebt aan je restauratie, een resultaat oplevert wat gezien mag worden. Ik ben Henny Lumens. Ik heb een passie voor antieke voertuigen. Ik heb een voorkeur voor auto's uit de pre-war periode. Omdat ik daar een bepaalde elegantie in zie. Maar ook de techniek is zeer fascinerend. De techniek was toen nog niet zo ver gevorderd als de techniek na de oorlog. Ik heb zelf geleerd te sleutelen. Veel boeken gelezen over manieren van restaureren, over hoe motoren werken. Natuurlijk fascineert de snelheid. Dat zijn allemaal bijdragers geweest om de ervaring op te doen. En je leert het door vallen en opstaan. Iedereen kan het leren. We gaan vandaag op pad met een Samsung S4 Special uit 1931. Dat is een auto die in de loop der jaren qua aanzien is opgebouwd. Die eerste blik, dat aanzien, dat was voor mij de reden om te besluiten dat ik deze auto wil hebben. Het was een echte, zoals ze het noemen, barn find. Hij stond in een golfplaten schuurtje in the middle of nowhere. De carrosserie was ver weg rot. De cilinder was kapot gevroren. Er huisden muizen in de auto. En een muizenfamilie is zelfs meegekomen naar Nederland. Het Limburgse landschap en de Ardennen zijn natuurlijk ideale plekken om met een antieke auto te rijden. Bochtjes, heuveltjes, dalen, vergezichten. Ja, ik prijs me rijk dat ik hier mag rijden. Ja. Met zo'n auto op pad gaan, dat geeft een kick. Dan geef je dat een gevoel van vrijheid, een gevoel van voldoening. Dat je al die lange tijd die je besteed hebt aan je restauratie, een resultaat oplevert wat gezien mag worden.